HC, u heeft een duikuitdruk voor ons over. Een melding van een auto te water in het Eemskanaal waarop de brandweer uitrukt. Deze beelden zijn gemaakt tijdens een oefening. Maar feit is dat uit cijfers van het CBS blijkt dat de brandweer vorig jaar een record aantal meldingen heeft moeten afhandelen. In Groningen gaat het om een toename van zo'n 12%. Twee belangrijke redenen die in Groningen van toepassing zijn, zijn enerzijds de droogte, waar we met name in de zomerperiode last van hebben gehad. En een tweede is toch ook de behoorlijke toename van het aantal gasmeldingen en meldingen van vreemde lucht. En dat is opvallend, want hoe komt het dat de brandweer ineens zoveel meldingen krijgt van aardgaslekkages? Volgens Wevers komt het omdat bijvoorbeeld gasleidingen verouderd zijn. Daarnaast wordt er door de economische opbloei meer gebouwd en daardoor vaker gegraven, waardoor er wel eens iets geraakt wordt. Maar er is ook nog een derde reden. De vreemde lucht en gassen binnenhuis. Mensen worden door alle voorlichtingscampagnes van ons, maar ook de landelijke, worden alerter op vreemde luchten, op klachten die ze zelf hebben. En je ziet dat mensen meer bellen. En daar zijn we eigenlijk natuurlijk heel blij mee. Dus eigenlijk de campagnes die jullie inzetten, leveren jullie meer werk op? Ja, leveren meer werk op. Gelukkig, heel vaak gaan we erheen en is er gelukkig uiteindelijk niets aan de hand. Geen ernstige klachten, geen gevaarzetting. Maar we komen liever twee keer voor niets dan één keer te laat. Een andere opvallende conclusie die gedaan kan worden is dat de brandweer vorig jaar sneller ter plaatse was dan in de jaren daarvoor. Daarom is men over het algemeen genomen tevreden met de cijfers. We hebben ook een succesvol jaar achter de rug, want we hebben al die incidenten goed weten te handelen, te bestrijden. Ja. Je bent trots? Ja, absoluut. Absoluut trots op al onze mensen. Ja. De brandweer verwacht dat het ook dit jaar weer een druk jaar gaat worden. Hoewel dit wel sterk afhankelijk is van hoe de zomer qua warmte gaat verlopen. Bedankt.